Welkom bij deze vlog van Schaakopening Essenties. We zullen een partij behandelen met de PIRC, repertoire dat we destijds ART behandelden. En we zullen een prachtige partij laten zien, notabene een repertpartij, maar waarin Christophe Jan Duda eigenlijk laat zien hoe je zo'n PIRC kan spelen tegen niemand minder dan het grote talent Ferruccia. Ferruccia kiest een van de scherpste bestrijdingswijzen met wit. En dat is met F4 en loper D3 de allerscherpste opbouw. Onze aanpak zien we hier terug. Paard C6, E5, die pakken we. Slaat wit met zijn F-pion, dan gaan we naar H5. Dan blijft D4 namelijk hangen. En Ferruccia kiest hiervoor de D-pion te slaan. We spelen paard D5. Paard keer D5, dame D5 en dame E2, loper G4. Destijds allemaal door ons behandeld. Ik denk dat deze opening oké is voor zwart. En Ferruccia die speelt hier loper E4. En dame A5 door Duda gespeeld. Op koning F2 kun je nu paard D4 doen. Zwart is oké. En Ferruccia speelt hier loper D2. Met duidelijke ideeën. Ik wil lang rokeren. En hier speelt zwart dame B6. En misschien had hier Ferruccia toch maar lang moeten rokeren. Hij doet hier loper C3. Dat is eigenlijk het begin van zijn verlies. Lange rokade was beter. Maar ik denk dat zwart geen enkel probleem heeft naar paard D4. Dit is wat Ferruccia absoluut wilde verhinderen. Paard D4. Dame E3. Uberdekking van het paard. Centralisering. En F5. Dit is een prima stand voor zwart. Niet bepaald voordeliger, maar echt in orde. Nou, misschien wilde de witspeler dit verhinderen, maar wat hij doet is bepaald niet goed. We merkten dat dit ruim 22 keer is gespeeld in de database. Ik snap de bekoring ook niet, want na toren AD8 kan wit nog lang nog kort rokeren. En hij moet nu moeite gaan doen om toch die witte koning in veiligheid te gaan brengen. Dus ik snap eerlijk gezegd de logica niet achter de witte opbouw. Dit speelt hier H3, dat schijnt een nieuwtje te zijn. Nou, dat is absoluut geen nieuwtje van huisvleit. Want hij komt er gewoon slecht mee te staan. Maar een paar zetten, dame F2, speel hier F6. En we gaan het centrum afbreken. Ja, de hele essentie eigenlijk van de PIRC. Speelt wit hier A4. Dan spelen we hier graag paard D4. En als we die zwartveldige loper krijgen van wit, dan zijn we echt in het voordeel. Goed, Ferruccia speelt hier H3. We ruilen op F3. Dame F3. En hier was F6 ook al heel goed geweest. Duda speelt hier paard D4. En ja, Ferruccia speelt hier dame G3. Geen goede zet. Maar er waren eigenlijk al geen echte goede zetten meer. Want laten we even kijken. Na dame F2 is F6 al heel sterk. Hier staat wit echt slecht. En als wit hier dame F1 doet, kun je zelfs hier paard B5 spelen. Maar er komt nog steeds dat die rokades niet kunnen doorgaan voor wit. Op C3 dreig je te pakken, dame E3 komt erin. Ja, een hele slechte stand. Goed, Ferruccia speelt dame G3 en daar zal hij ook niet blij van geworden zijn. En daar gaan we breken. Ja, hij wil zijn koning in veiligheid brengen. En dat kan nu niet, want lange rokade paard E2, dat heet dubbel of een familieschaakje. Niks dubbelschaak. En hij doet het maar zo. Ja, dit is een dubbel pionoffer, maar hij komt er niet uit. Oké, zijn koning is in veiligheid, maar het heeft twee pionnen gekost. En dat kun je niet permitteren tegen ene meneer Duda. Nou, laten we kijken hoe Duda dit eigenlijk uitschuift. Want dat is het. Paard gaat weer terug. Hij ruilt gewoon de lopers. En die koning op G7 is bepaald niet in de problemen. Er staan nog steeds pionnen voor. En daar wordt eigenlijk niks aan veranderd. Daan wordt weggejaagd. Paard komt even in het centrum om opnieuw stukken af te gaan ruilen. En hier er even tussen te zetten. Zodat we echt kunnen gaan ruilen op D3. Haalt die loper weg. Oké, zullen we dames ruilen? Ja, hij zal wel moeten, want anders slaan we op E1. Hij doet het zo. Hij probeert, ja, ik zei net dames ruilen, maar
Dit is geen dameruil, dit is gewoon materiaalwinst. Excuses. En Virutse probeert hier nog gewoon met wat grapjes misschien nog iets te doen. Maar nu wordt er wel dames geruild. Dat betekent dus dat Duda gewoon in feite gewoon qua techniek het gaat afronden. Oké, we hebben een torenspel met slechts één pion meer. Maar kijk, dat is de hele gang van zaken. Wit heeft geen keus meer. Gaat hij weg met zijn toren, dan is het mat op de onderste rij. En om deze reden gaf hij ook op. Ja, in feite een kansloze partij voor de witspeler. Maar het geeft dus aan dat hij in die hele scherpe variant met E5... en het slaan met de D-pion op E5 zwartvlappige geen problemen lijkt te hebben. En ik ben heel benieuwd of Virutia zijn bestrijdingswijze van de Pirk gaat wijzigen. We zullen het zien.